Wel, goedendag iedereen, welkom bij Boating België en Nederland. En vandaag in deze video ga ik even uitleggen op welke manier dat je de examenvragen van het vaarbewijs dient op te lossen of welke de beste methodes daarvoor zijn. Nu, het eerste wat belangrijk is, iets waarover ik eigenlijk zeer veel vragen krijg, dat is het vaarbewijs in België makkelijker dan het vaarbewijs in Nederland? Wel, ik heb daarover geen enkel concreet bewijs gevonden, want er ontstaat toch altijd wel die verhitte discussie van nou, in België is het vaarbewijs makkelijker, maar aan de andere kant heb je veel meer administratieve verplichtingen enzovoort. Wel, ik heb geen enkel bewijs, objectief bewijs daar rond gevonden, dan eigenlijk enkel maar mensen die dat graag hun mening willen uitspreken, die eigenlijk niet wordt onderbouwd door enige vorm van mooi objectief bewijs. Nu, één ding is mij wel duidelijk geworden in deze hele discussie. En dat heb ik dankzij de testresultaten die ik al binnen heb van mijn vaarbewijstest. Die vinden jullie hieronder in de reacties onder die beschrijving. In de beschrijving vinden jullie de link naar die test. Nu, die test, dat is een test van het vaarbewijs deel 1. Iets wat zeer belangrijk is, dat is dat jullie snappen dat van de testresultaten die ik al binnen heb gekregen en van de mensen die toestemming hebben gegeven om hun gegevens te gebruiken voor de steekproef, die resultaten zijn redelijk laag. Nu, die test, daar zijn eigenlijk weinig tot geen vragen die eigenlijk moeilijk gesteld zijn. Dit is een vrij theoretische test. Met andere woorden, dit is puur de theorie en de testresultaten zijn redelijk laag. En voor mensen die rond de 7 en de 8 op 20 halen, je moet 12 op 20 halen om geslaagd te zijn. Dus je bent nog ver af van geslaagd te zijn. Nu, wat leert mij dat persoonlijk? Wat leert mij dat? Dat leert mij dat eigenlijk de meeste mensen de theorie niet grondig kennen. En daarom doe ik eerst een oproep, alvorens wij starten met 3 tips die ik jullie geef van hoe dat je eigenlijk die examenvraag moet oplossen, dan wil ik jullie echt meegeven, ken de theorie grondig. Ik kan ook zien op welke vragen dat het fout is gelopen, ik kan dat allemaal zien. En uit die bepaalde hoeveelheid vragen die eigenlijk echt de theorie eigenlijk testen, heb ik dus bepaald dat eigenlijk de meeste mensen die hun klaarmaken voor het examen, natuurlijk ervan uitgegaan dat zij gestudeerd hebben om te slagen op het vaarbewijs deel 1, de enige conclusie die ik kan hieruit opmaken, dat is dat de mensen de theorie niet grondig kennen. Nu, het is zeer belangrijk dat u begrijpt dat deze 3 technieken, deze 3 tips dat ik jullie wil meegeven, die zijn gewoon niet bruikbaar als jij je theorie niet grondig kent. Ja, het is harde theorie. Hoe moet je het vergelijken, dat examen? Het is moeilijker dan je theoretisch examen van je rijbewijs. Om maar proberen een vergelijking op te maken. Dus let daarvoor op. Zorg ervoor dat je de theorie grondig kent. Vul die test in en kijk zelf welke resultaten dat je behaalt. Je krijgt ook feedback daarover. Ken de reglementen grondig, want deze technieken zijn waardeloos van op het moment dat je je theorie niet goed kent. Nu, tip nummer 1. We gaan de vraag moeten vereenvoudigen en moeten vertalen naar het simpel Nederlands. En we gaan proberen eigenlijk enkel hetgeen wat ertoe doet bij te houden waaruit dat we onze theorie kunnen toepassen. Nu, bijvoorbeeld hier een voorbeeldzin. Een vaartuig dat ondermotor vaart maakt door het water en de stuurboordoever aanhoudt. Dat is bijvoorbeeld, het kan een fragmentje zijn uit een van die vragen. Nu, wat doe je ermee of wat ga je eraan doen? We gaan het vereenvoudigen. Dus het toestel dat ondermotor vaart maakt, dat is een werktuigelijk voortbewogen vaartuig. En het tweede gedeelte, dat gaat over de stuurboordoever aanhouden. Dat is dus een vaartuig dat stuurboordwal aanhoudt. Dus een vaartuig onder motor dat stuurboordwal aanhoudt. En dat is het enige dat we moeten onthouden uit die vraag nu. Daarom moet je af en toe je tijd nemen om die vraag eens rustig te bekijken.
Nu, tip nummer 2. Tip nummer 2 is eigenlijk ook een zeer belangrijke. En is eigenlijk een soort van vervolg op de tip nummer 1. Nu, bij tip nummer 2 gaan wij clausuleren. Clausuleren, dat wil zeggen, we gaan moeten gaan kiezen en we gaan alles er moeten uitgooien bij de antwoorden wat al zeker en vast niet past. En na een tijdje gaan we merken dat wij bij het juiste antwoord terechtkomen of dat wij onze antwoorden die juist kunnen zijn, kunnen beperken tot een minimum. Want maar één antwoord op een vraag is het juiste antwoord in multiple choice. Nu, clausuleren. Dus wat gebeurt er eigenlijk? En daarom is het ook belangrijk dat u de antwoorden vertaalt van type 1. Dus zoals ik al zei in type 1, u dient die antwoorden ook te vertalen. Want men maakt het altijd in het Nederlands moeilijker dan het eigenlijk is. Nu, wat u gaat doen is eigenlijk redelijk simpel. U krijgt bijvoorbeeld 4 opties en u gaat kijken van optie 1, stemt dat overeen met wat er gevraagd wordt? Ja, nee. En dan, als het niet overeenstemt, in uw hoofd schrapt u die vraag. Dus vraag 1 is het al zeker niet. Dan gaat u naar vraag 2. U doet de test, de logische test van wat er hier staat. Komt dat overeen met de theorie die ik gestudeerd heb en met de vraagstelling? Want vaak zijn bepaalde antwoorden komen zelfs al niet meer overeen met de vraagstelling. Wordt dit er gevraagd of niet? En dan kunt u zo eigenlijk alles beginnen doorschrappen tot u bij het juiste antwoord terechtkomt. En dan type 3, is er nog een type 3? Natuurlijk. Ik denk het lezen van de vraag en de antwoorden en het ontleden ervan is eigenlijk de grootste type dat ik heb. Lees die vraag rustig en grondig, want vaak gaat men daar een woordspeling in veranderen, zodanig dat u eigenlijk denkt dat het over iets anders gaat, maar dat men eigenlijk 1 of 2 woordjes aanpast en dat je eigenlijk denkt dat het om een andere vraag gaat, of net andersom, dat je denkt dat het over hetzelfde gaat, maar men eigenlijk iets anders bedoelt dat er niets mee te maken heeft, om je zo op een fout pad te zetten. Als we het voorbeeld nemen van vraag 1, dan kunnen wij ook die vraag ombuigen tot een vaartuig dat werktuigelijk door het water vaart en dat een westelijke koers vaart en de noordelijke oever aanhoudt. Zo'n vraag kunnen we ervan maken. En dat is eigenlijk bijna dezelfde vraag gesteld, met andere woorden, weer gemaakt om ingewikkeld te zijn. Natuurlijk, zoals ik al zei, dit kan een gedeelte zijn uit een vraag die veel langer is. Dus daarom is het opletten geblazen dat je natuurlijk die vraag goed ontleedt. En daarom, desnoods, teken het op papier. U krijgt kladpapier, gebruik dat kladpapier. Want ja, waarom krijg je het anders? Teken dat rustig uit en dan kunt u op een correcte manier antwoorden op de vraag. Nu, en zoals ik al zei, zorg dat u de theorie grondig kent. Nu, de vraagstelling is een moeilijkheid, maar de theorie is eigenlijk een heel andere moeilijkheid. Zonder die theorie zult u nooit deze video eigenlijk kunnen gebruiken en zeker niet die tips kunnen gebruiken, want u moet alles grondig kennen. Nu, daarom dat ik meegeef, die theorie is superbelangrijk en heel die discussie van in België is het vaarbewijs makkelijker dan in Nederland, laat dat vallen. Dat is geen excuus om te zeggen dat het vaarbewijs te moeilijk is. Het gaat er allemaal over dat u grondig studeert en dat u grondig eigenlijk alles kent. En mijn test bewijst dat. En voor de rest, heel die discussie is eigenlijk dezelfde discussie zoals goed en kwaad. Het is enkel, hangt het enkel af van perspectief. Voor de ene persoon is iets goed, voor de andere persoon is datzelfde iets kwaad. Bijvoorbeeld, persoon A is in de tuin op zondag het gras aan het maaien. Persoon B vindt dat geweldig en persoon C die vindt dat niet goed. Die vindt dat zeer abnormaal, die wil dat niet. Want persoon B is de vrouw van persoon A, die in de tuin aan het werken is. En persoon C is de buurman die op zijn terras, in zijn strandstoel, rustig probeert te rusten, terwijl persoon A met zijn grasmaaier enorm veel storend lawaai maakt. Dus het is enkel perspectief als u zegt van
Dit is goed of slecht, net zoals in België is het makkelijker dan Nederland. Ik heb nooit in Nederland mijn examen gedaan. Ik zou niet weten of dat het daar moeilijker of makkelijker is, maar voorbeeldvragen kunt u nooit gebruiken als bewijs. Want het gaat hier over de real deal, de echte vragen die op het examen komen en hoe dat het examen in het algemeen eruit ziet. Vergelijken we ook appelen met peren, want wat gebeurt hier? De structuur is lichtjes anders in Nederland. Na het slagen op uw theorie krijgt u uw vaarbewijs. In België moet u nog uw praktijk bewijzen enzovoort en uw medische testen bewijzen, terwijl dat in Nederland anders verloopt. Dus is dit eigenlijk niet altijd even vergelijkbaar. Nu, bedankt voor het kijken en vindt u deze toffe video alsjeblieft duimpje omhoog en wilt u op de hoogte blijven, abonneer dan. Dat helpt zowel mij als mijn kanaal en dat steunt mij ook in het maken van die volgende video's. Nu, het is tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.